model. Dit is dit model, of denk je bij een model misschien iets aan zoiets? Nee, in natuurkunde is een model zoiets. Daar gaan we het over hebben, over dynamische modellen. We beginnen met een pingpongbal. Als een pingpongbal door de lucht gaat, dan heeft hij natuurlijk last van luchtweerstand. Hoe groot is die luchtweerstand? Nou, we gaan eerst eens kijken naar de waarde van deze constante, CW. Die staat in BINAS. Kijk, BINAS tabel 28a. Daaronder zie je dat voor een bal die waarde 0,47 is. Noteren we eventjes. Zo, 0,47. En die rho, ja, een misvormde P, dat is de dichtheid waardoor hij heen gaat. En dat is dus hier lucht. BINAS, gegevens van gassen en dampen. En er staat bij lucht dus dat de dichtheid 1,293 kilogram per kubieke meter is. Noteren. Ten slotte A, en A is het frontaal oppervlak. Nou, frontaal oppervlak van een pingpongbal. Een pingpongbal heeft een diameter van circa 4 centimeter. Dus oppervlak is oppervlak van een cirkel, kwart pi d kwadraat. Vul maar in. En natuurlijk wel in vierkante meters invullen. En ook die is ingevuld. En dan kun je het alles uitrekenen. En dan zie je dat de luchtweerstand gelijk is aan, nou, daar staat het, keer v kwadraat. Maar op begin is de snelheid 0. Kijk eens aan. Dus is ook de luchtweerstand 0. Is er dan helemaal geen kracht die erop werkt? Natuurlijk wel. Want zo'n ding heeft ook een massa. Niet veel, maar toch 2,7 gram. Reken maar uit, de zwaartekracht m kg, natuurlijk m in kilogram, keer 9,81 is, daar staat hij. Twee krachten erop, weliswaar 1,0, maar toch, de resulterende kracht is het verschil tussen die twee, in dit geval 0,026. En, als je de massa weet en je weet de kracht, dan kun je ook berekenen de versnelling. Tweede wet van Newton, a is f gedeeld door m. En dan kom je natuurlijk op de valversnelling, want alles valt met de valversnelling. Goed, eventjes een plaatje. T is 0, V is 0, Fz is 0,026 en ja, de luchtweerstand kan ik moeilijk tekenen, want die is 0. De snelheid neemt toe, want er is een versnelling. Maar als de snelheid toeneemt, dan zal dus ook er een luchtweerstand zijn. En de zwaartekracht die neemt niet toe, want ja, de massa blijft gelijk. Dat betekent dus dat als de een toeneemt en de ander niet, dat dan de resulterende kracht afneemt. Oftewel, de versnelling neemt af. De versnelling neemt af, maar hij is er nog wel, dus V wordt wel groter, alleen gaat minder snel omhoog. Maar hij wordt wel groter, dus de luchtweerstand wordt ook groter. En het wordt misschien trager, maar hij blijft groter totdat de luchtweerstand gelijk wordt aan de zwaartekracht. Want dan is Fs 0 en als Fs 0 is, is de versnelling 0. Blijf je dan stilstaan, liggen, zweven? Nee. De eerste wet van Newton zegt dat dan de snelheid constant is. Oftewel, dan gaat de pingpongbal met een constante snelheid verder. Hier gaan we een model mee maken. En het model start je met het opschrijven van een beginsituatie. En die heb ik hier voor je al eventjes neergezet. Ja, tijd 0, V0, massa. Hoe bereken je zwaartekracht? MKG en M staat erboven. Ja, dat wordt door een programma automatisch berekend. Luchtweerstand, de formule erbij. En Fs en A. Nou, zetten we even in een tabelletje. Nou, je ziet, ik heb hier even Excel voor gebruikt trouwens. In de eerste tabel bij T is 0 de gegevens. En hiermee gaan we modelleren. Oftewel, wat voor stappen moet je allemaal gebruiken? Nou, allereerst moet je beslissen van hoe snel gaat de tijd vooruit. Oftewel, wat wil je bij de tijd optellen? Nou, dit is eigenlijk iets wat ook bij de beginsituatie wil doen. Je had je misschien al afgevraagd, hey, wat doet deze regel hier? Nou, daar komt te staan hoeveel de tijd omhoog gaat. Ik heb gekozen voor 0,1 seconde, maar je kunt ook bijvoorbeeld voor een honderdste doen.
Dan wordt het model wat nauwkeuriger. Het duurt wat langer, maar toch. Dus de modelleerstap wordt t is t plus dt. Dat vul ik in de tabel. Zo, ja, hier eventjes. Kijk daar, 0,1 seconde. Vervolgens moet je dus de snelheid doen. En de snelheid die neemt toe. Met een klein stukje, delta v. Hoe groot is delta v? Nou, we gaan er eerst even vanuit dat tijdens het hele kleine tijdsduur de versnelling gelijk blijft. Is in het echt niet zo, maar als je dt maar klein genoeg maakt, dan mag je dit wel stellen. En als de versnelling gelijk blijft, hoe groot is dan de snelheidstoename? Nou, bij versnelling is de snelheidstoename a keer t. Dus hier a keer dt, want ja, je moet het over die 0,1 seconde doen. Kortom, v is v plus a keer dt. Als je dat invult met de gegevens, dan kom je op een 0,981. Zwaartekracht is makkelijk. Zwaartekracht blijft natuurlijk gewoon gelijk. De luchtweerstand. Formule is deze. Ja, en de formule mag je gewoon zo laten staan. Het programma wat model uitvoert, die weet wel wat hij voor v moet invoeren. Namelijk v is 0,981. Ja, dus dat vult je in. En dan krijg je dus een luchtweerstand van, daar staat hij, de luchtweerstand, die neemt dus toe. Precies zoals we hebben gezegd. En dat betekent dus dat FRS ook weer een modelleerstap, dus FRS is, nou, daar staat hij, ja, die zal dus afnemen. En tenslotte ga je A berekenen. A is F gedeeld door M. En zie je dat A inderdaad ook afneemt. Nou, hebben we alle modelleerstappen gedaan. En wat doet het dan? Precies, het gaat weer van voren af beginnen. Oftewel, de tijd wordt weer opgehoopt met 0,1, etcetera, etcetera. En je krijgt dus een nieuwe regel. Je mag alles natuurlijk narekenen, maar een model is juist gemaakt dat een computer dat voor je doet. Kortom, iedere keer gaat hij weer beginnen en uitrekenen, na het begin uitrekenen, etcetera, 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 etcetera. Ja, en dat doet hij onbeperkt, ja, totdat je denkt van nou, nu is wel genoeg geweest, nu stoppen we ermee. De modelregels hebben we gehad. Het is natuurlijk een computerprogramma wat dan ook, en die heeft bijzondere voorwaarden. Namelijk een computer die heeft die dt, dat wordt de stapgrootte trouwens genoemd, die is in secondes, maar eenheden, ja, dat is in computer een beetje vervelend. Dus alle eenheden in de beginsituatie worden wel er neergezet, maar we zetten er even zo'n apostrofje voor, dan weet de computer van, oh, het staat er wel, maar ik hoef het niet mee te nemen. Ook is het vaak zo dat een komma voor een computer een punt moet worden. Dus daar zetten we een punt neer. Ja? En laatste is, een is-teken is niet bij een computer, althans niet in een programmeertaal gebruikelijk. Dat wordt vaak gedaan met een dubbele punt en is. Dubbele punt is, dat is een toekenning. Hè? En het is in feite gewoon wat jij denkt dat een is is. Een computerprogramma wil graag dat het een dubbele punt is is. Oké. Okay. Wat nu? Ah, kijk, dan hebben we weer een pingpongbal. Maar zo'n pingpongbal, ja, die valt naar beneden toe. Maar wanneer stopt die? Even nog een keer. Pingpongbal. En wanneer stopt die? Precies, althans, de bedoeling is wel dat hij op de tafel komt. En weer omhoog. Maar we gaan eventjes alleen een stukje naar beneden doen. Maar het betekent dus dat op het moment dat de bal naar beneden gaat, en dat hij na 1,50 meter, althans, ik ga er even vanuit dat hij op 1,50 meter los wordt gelaten. En hij moet stoppen op het moment dat hij de grond raakt, dat hij de tafel raakt. Nou, die 1,50 meter, dat is eigenlijk ook weer een beginwaarde. Dus dat zet ik eventjes bij mijn beginwaarde neer. Kijk, hier staat hij. Nou, hier heb ik hem staan. Oh, daar. Ja. H is 0. Wat gebeurt er met de hoogte? Die neemt af. Dus die zet ik even in mijn modelleerstap. Ja, hier, h is h min delta h. Ja, en als dus h 0 is, dan wil ik graag dat die stopt.
Hoe groot is delta h? Nou, hier staat, is de afstand die hij aflegt in dat hele kleine stukje, 0,1 seconde, dt. Hoe bereken je de afstand als we er even weer van uitgaan dat in die dt in het tijdstipje weinig verandert? Dan kun je dat berekenen met v keer t. En in dit geval hier is t dat hele kleine stukje 0,1. Ja, afstand is snelheid keer tijd. Dus dat kan ik daar invullen. Ja, dus dan is mijn modelleerregel h is h min v keer dt. Oké, dan moet hij daar stoppen. Nou, als h is 0, stop. Dat zet ik ook in mijn modelleerstap. Ja, kijk, dan doe ik deze hier. Ja, dan zeg ik van oké, als h is 0, dan stop. Ja, en hier is eindtaaltje, je mag hier eventueel meer regels in doen. Maar hè, dit is hem. Wat valt je op? Allereerst van, hé, geen punt, komma, nee. Want, ja, hier zeg je niet van, hé, h moet 0 worden. Nee, hier zeg je van, goh, is h misschien 0? Ja, dus, en stop, dat is de standaardregel om het geheel te stoppen. Dus normaal gaat hij altijd er doorheen en weer terug, doorheen en weer terug. En nu gaat hij doorheen, hij checkt of hij 0 is en dan stopt hij. Kijk, hier is een tabelletje, ja, ingevuld. En ik hoop dat je dan ziet dat we een probleem hebben, want kijk, ik heb de tabel even uitgebreid, ja, hier hoogtetabel, en zie je dus dat de hoogte inderdaad start met 1,5 en hij neemt af, en hier is hij dus bijna bij de tafel, en bij de volgende stap is hij er al doorheen. Oftewel, de waarde van h wordt niet 0, nee, hij passeert de 0. Oftewel, in plaats van te zeggen van hij moet stoppen als hij 0 is, zeg ik stop als hij kleiner of gelijk aan 0 is. Ja, een belangrijk iets bij het modelleren, een stopconditie, niet gelijk aan 0, maar kleiner of gelijk aan 0. Ja, en dat heb ik dus ook in mijn modelleerstap gedaan. Dat is het. En ik zou zeggen stoppen als, ja, precies, nu stoppen. Bedankt voor het aanhoren, bedankt. Tot weerziens.